De titelstrijd bij de mannenhockeyers dit weekend is tussen Amsterdam en Oranje-Zwart. En is beslist door de ploeg uit Eindhoven. Dat is toch alweer Eindhoven, Sander de Wijn. Een Brabants voordeel. En in de schaduw daarvan de strijd om het Europese ticket tussen HGC en Kampong. En van dat Kampong hebben we een reportage gemaakt. Hier is de ploeg van Sander de Wijn tegen HGC. De eerste wedstrijd tegen HGC werd al dik gewonnen door Kampong. 5-1 werd het in Utrecht. Robert Kemperman keerde toen terug van de schorsing die hij in de halve finale opliep tegen Amsterdam. Kampong kan het in Wassenaar dus afmaken. In het rood, de uitkleuren. En daar kun je je kledingkeuze natuurlijk een beetje op aanpassen. De eerste kans in de wedstrijd is voor Kampong. Kemperman de cirkel in. En dan heeft Constantijn Jonker het vizier niet op scherp staan. Jonker die een matig seizoen kent. Scoorde 13 keer in de competitie, dus voor zijn doen niet heel veel. Aan de andere kant Payat, de strafcorner specialist van HGC, maar hij stuit op David Hart. Sander de Wijn naar Luiks. Inmiddels 20 minuten gespeeld. Luiks opnieuw. En dan valt de bal voor de stik van Boet Vijver. En dan is het 1-0 voor Kampong. Kon niet uitblijven. Boet Vijver, zijn broertje Jelle scoorde donderdag ook tegen HGC. Dat was zijn eerste officiële treffer. Ze houden het zo lekker binnen de familie tegen HGC. Ibendaal weggestuurd. Voorbij de Wert en opnieuw Hart. Zo blijft het 1-0. Aan de andere kant Kampong. Met Havenga. En bij de eerste paal ingelopen Sander de Wijn. Maar doorzien van de Ven. Die ervoor zorgt dat het niet voor rust al beslist is. En je ziet de Wijn denken, waar komt die keeper in één keer vandaan? Veel publiek in Wassenaar. Dat ziet een strafcorner voor HGC. Begin tweede helft. Payat in tweede instantie. 1-1. Gonzalo Payat, de onbetwiste topscorer van de hoofdklasse. 33 goals maakte die in de reguliere competitie. En Kampong kan opnieuw beginnen. Kaspers. De cirkel in. Vindt Kellerman. Aan de hoeveelheid kansen ligt het niet. 40 minuten op de klok. Kampong is het even kwijt. En dan met veel gevoel Rick van Kan. 2-1 voor HGC in een wedstrijd die op 10 minuten na gedomineerd wordt door Kampong. En 23 minuten heeft Kampong dan nog. Kellerman en dan zit Meulenbroek er nog aan. Philip Meulenbroek. Kampong stelt heel snel orde op zaken. De Wijn. Jonker. En Kemperman bij de tweede paal. 3-2 voor Kampong. Wat een belangrijke goal voor Robert Kemperman. Want dit kan HGC wel eens niet meer te boven komen. Kampong tot hoog druk is gaan zetten en daar heeft de ploeg uit Wassenaar geen antwoord op. En nu zal Kampong ruimte krijgen bij die 3-2 voorsprong. Jonker. Met de genadeklap. 4-2. Kampong gaat volgend seizoen opnieuw Europa in. Wetende dat het dit weekend ook nog een prijs kan pakken. Want dan staat het in de halve finale van de Euro Hockey League. Ik weet niet wie er over een troostprijs of een toetje spreekt. Maar wij spreken over de Euro Hockey League. En die willen we heel graag winnen. En dat is een grote prijs. Dus daar gaan we vol voor. Top. Hè? Nou, ik heb echt respect voor wat Kampong. Ik had het al op de radio gezegd trouwens. Maar als je van zo ver komt, verdient dat een groot compliment voor Alexander en de boys. Dat meen ik echt. Want wat is er gebeurd? Ja, we zijn de ommekeer heeft denk ik plaatsgevonden in Marokko, in Marrakesh. Daar zijn we op oefenstage geweest, maar daar zijn we niet gaan hockeyen. Die sticks hebben we thuis gelaten. En die trip hebben we wat anders ingestoken. Wel op fitheid gewerkt, maar voornamelijk 4 dagen in een groot huis gezeten. Mm-hmm. Boven op elkaars lip. En wat meer in de verbinding gekomen met elkaar. Dat was wel een van de dingen die uit de meetings kwam waarin we waren tekortgeschoten in de eerste seizoen zelf. En vanaf dat moment is eigenlijk de ommekeer ingezet. Want je leest nu veel, als je het hockey een beetje volgt, dat het 4 clubs zijn bij de mannen die eigenlijk bepalen. HGC zit er dan al vlakbij. Bloemendaal zit erbij. Bij de dames is het helemaal stringenter. Maar er kan een verwijdering ontstaan tussen de clubjongens en de jongens die bij Oranje spelen. Ja, dat was misschien ook wel het geval in de eerste seizoen zelf. De internationals waren moe van het EK. En andere jongens moeten zich voorbereiden en opladen, ook op de eerste seizoen zelf. Dat ging allemaal niet vanzelf. Daar moet je gewoon tijd met elkaar insteken als team. En dat is te weinig gebeurd. En één ding die ook nog daarin naar voren was gekomen, is dat iedereen op zijn manier hockey
bij Kampong op beleefd. De eerste plaats moest zetten. Ja. En nou, geweldig hoe dat kwartje is gevallen bij de ploeg. En nou, de resultaten zijn bekend. Ja. Je blijft tot 2020, hè? Ja, ik heb weer 4 jaar mogen verlengen bij deze fantastische club. Oh, jij hebt ja, ze willen nog 4 jaar met me door, dus daar ben ik echt blij om. Nee, maar het is, want je komt uit een heel klein clubje in de buurt van in het zuiden van het land, volgens mij, bij Boxmeer in de buurt, Union. Ja, ik ben bij Union begonnen met hockeyen. En ja? Toen ik 18 jaar was, ging studeren, ben ik bij Kampong gaan hockeyen. Ik kwam er als kind al vaak met de nationale jeugdselecties. En ik keek op tegen jongens zoals Quirijn en Constantijn. En ja, ik ben blij dat ik met deze jongens nu tot grote hoogte mag stijgen. Want ben je dan nog bezig met je keuze, Sander? Omdat je zat al in de junioren in het Nederlands team. En je hebt eigenlijk al die dingen wel, die vertegenwoordigende elftallen wel doorlopen. Ben je dan nog bezig met je keuze van, dan moet ik een goede keuze maken. Dan, en waarom is het dan Kampong geworden? Ik geloofde in het beleid wat Kampong had. Als de ambitie die ze hadden om weer terug te keren naar de top. Ik vond dat sprak me heel erg aan om iets te bereiken wat weer lange tijd uit het zicht was geweest. En daarnaast met een hele mooie Nederlandse groep talentvolle spelers. Als je nu al kijkt naar onze selectie. Onze keeper is dan Iers. En een Spanjaard die terug is gekomen, die al eerder bij ons heeft gespeeld. En verder alleen maar Nederlanders. En ja, dat is wel iets om trots op te zijn. Maar het is nu het Olympisch jaar. Iedereen bereidt zich voor op Rio. Dat doe jij ook. Want daarom denk ik dat het ook een moeizaam jaar is geweest. Omdat de internationals toch een beetje bezig zijn met wie wordt er straks uitverkoren voor de Olympische Spelen. En jullie hebben notabene zilver gehaald in Londen, dus je wil meer. Betekent dat volgend jaar dan de competitie weer open gaat en dan we ze weer van heinde en verre binnenkrijgen? Ja, helaas wel. Dat zul je ook zien. Ik geloof dat andere concurrentenclubs al menig buitenlander hebben binnengehaald. En bij ons zal dat niet tot nauwelijks gebeuren. Oké, dus dat is duidelijk al. Ja, en dat geeft ook weer wat voor continuïteit we zitten. We presteren nu al 4 jaar heel goed. En de absolute beloning moet nog een keer komen. Deze groep en als coach, als club verdient een prijs. En ik hoop dat we dat volgende week gaan realiseren. Ja, ik vind het zo mooi als je af en toe... Wij zitten natuurlijk vaak in het voetbalstadion omdat we daar moeten zijn. Maar als je dan bij Kampong bent en je ziet zo'n play-off zich ontwikkelen, dan zie je de hunkering werkelijk bij het publiek ook. Ja, die leven er ook naartoe. Er is wel een groot verschil met de hunkering van het publiek als de media. De media schildert het af als een obsessie. De titel is een obsessie voor Kampong. Nou, dat is zeker niet. Wij ambiëren het. We zijn dichtbij. En hopelijk dat ene laatste kleine stapje wat we nog moeten zetten om het een keer onze kant op te laten vallen, komt dichter en dichterbij. Maar nu is het wel zo dat jullie een kroon op het werk kunnen zetten. Je moet jezelf belonen. Dat is ook een toverwoord uit het voetbal. Dat is een modern woord, hè? Dat is een modern woord. Maar dus gaan jullie het weekend belonen daar in Terrassa of in Barcelona door eerst van Terrassa te winnen en dan van de hamburgers of van de Amsterdammers? Ja, daar heb ik... Kijk, uit de hamburgers en hij denkt eraan, hè? Gelijk terug. Nee, ik heb daar echt het volste vertrouwen in. We zijn met een geweldige streak bezig al de hele tweede seizoenshelft. De finale om het landskampioenschap op een haar na gemist. Maar ja, geen mentale schade daar opgelopen. En vol verwachting en vol vertrouwen richting Barcelona. Zag je met z'n vingertje? Ja. Ik wil eigenlijk, want we hebben het er al over gehad, een oude traditie terug in eer herstellen. In mijn tijd haalden we vaak Europees voetbal. Kampong was toen al topclub. Het zou mooi zijn, zoals in mijn tijd, om aan het einde van het seizoen te spelen de voetballers tegen de hockeyers. Eerst half uur voetballen, daarna bier-estafette, daarna half uur hockeyen. Want dit zijn topsporters. FC Utrecht schurkt aan tegen de top. Zal ik wel scheidsrechter zijn, want iemand moet het leiden. Objectief. Dat is een goed plan, denk ik. Ja, zeker. Toch? Ik ben voor en ik hoop dat we dat... Nou, die 10 meter die er tussen beide complexen scheelt, dat het weer herenigd wordt. Het is allebei top. Ja. Dat gaan we doen. Rio, zeker. Wat wordt dat? Goud of zilver? Goud. Dankjewel. Sander de Wijn voor hier te zijn. En heel veel succes volgende week in Barcelona.